Wat zit daar? Ik zit tegen een neger in. Dat ben ik waarschijnlijk. Ben jij dat? Ja, dat ben jij. Hey, Nikolai. Ja, alleen iets anders. Ja, want zo zat achter. En daar heeft hij geen rust. Ja, hij is niet eens wel een rust, geloof ik, alsnog. Nee. Nee, maar jij hebt ook nog een Russian Army, dat is deze. Jezus. Ik heb ook de subtitles aanstaan, en het heet Chimera. Ja, maar het is wel een Russisch team. Dat zijn twee Russische teams. Ja. Je hebt zeg maar, wat wij nu zijn, Alliance ofzo? We zijn Chimera ofzo, ja. En wij zijn de Allegiance. En dan heb je zeg maar, wij zijn zeg maar, Petsnaz. En nog een paar, je hebt een paar groepen bij elkaar gezet zeg maar. Dat kan je ook zien hè, als je bij je character hoe het in elkaar steekt. Shit. Trouwens, als ik deze map zie, dan hoop ik heel eerlijk gezegd niet dat oude Modern Warfare maps geremasterd worden. Hoezo? En veel kleiner wordt. Dan moeten ze die ook wel flink gaan vergroten. Ja, nou hoeft niet. Als je kijkt hoe groot deze maps zijn. Dan ja, maar ze zijn leuk een beetje afwisseling met grote en kleine maps. Ja, oké. Okay. Alleen dan moet je voor sommige maps moet je het tot maximaal 6 tegen 6 zo. Ja, of ze moeten sommige top ietsje uitbreiden. Ja, kan. Dat, dat kan. Ze die, dat ze bepaalde boundaries verder weg zijn. Laat die geen claimers staan alsjeblieft. Dankjewel. Enemy in de buses. Maar daar gaan ze ook in zitten, die kutbussen. Ja. Eigenlijk het enige jammer van deze map vind ik dat je niet op daken kan gaan zitten. Waar zijn we 4 tegen 4? Ze zitten ook steeds in ieder geval die kanker. Ja, maar spelen ook 4 tegen 4. De map is leuk. De map is leuk, ja. Ja, ik kom amper mijn spannen uit. Mogen we mensen even joinen, want het is ook niet echt. Ik ben nou echt serieus, ben ik een rondje gelopen, ik ben niemand tegengekomen. Ja, omdat ze allemaal in één gebouw zitten, met snipers en zo, en ze zitten te campen. Dus die uitleggen. Ja, ik heb ze gevonden. En ik ben gekomen door een Olympia. Ja, waarschijnlijk met snipers boven. Hé, hey, deze gang nog niet ontdekt. Nieuwe gang ontdekt. Oh shit, wat een grote grond. Ja, ben je. Ja. Hey, oh, die was net niet open. Kan je ze zelf openmaken of zo? Ik heb geen idee. Ik heb ze ook. Ik heb ook al geen idee, maar. Ik ben geflasht. Oh, sorry, teammate. Achter ons. Ja. Je zit echt aan alle fucking kanten, jongen. Daar word je toch helemaal niet goed van. Schitterende kleur is opgesnijpt. Dat geluid is ook zo hard als je gesnijpt wordt. God. Ja, ik vind het heel eerlijk gezegd. Het geluid is wel mooi hoor, maar. Ik voel me niet helemaal. En wat vind je mooi? Het geluid. Dat op zich ook mooi geluid is, alleen. Soms vind ik iets te hard. Ja, ook rust. Ja, hij stond bij mij standaard op 100, zeg maar. Ik heb hem nu op kijken. Op 70 staan, maar ik vind het eigenlijk nog te hard. Ja, dat kan ik bedoelen. Het is niet goed balanced. Ja, als je op 100 staat, dan krijg je zulke dingen als het bumpje blend het ammo supply. Ja. En bij mij staat hij wel op 100.
Ja, ik heb het in de zak gezet, want ik kon mezelf niet meer verstaan. Ik kan door die audio niet komen, hè? Als je die iets anders zet, kan het ook. Dit vind ik echt een kut gast. Dat is heel groot. Je zit heel vaak op shotguns als de lobby voor zit. Kijk, dat, als je op stuur wacht mensen, hè? Dan is het een stuk zachter. Kobe. Ja, ik zie je wel staan. Een stuur. Ja, maar ik geluid in wie je hoort, zijn nog veel van nummer 8, 3 en zo. Ga echt alleen maar door. Zou ik niet? Oh, je kan zelfs hitmarkers staan, kan je veranderen. Dat heb ik eerst gezien, joh. Dat klopt. Dat kon je in de beta al. Dan kan je naar classic aanpassen, helemaal uitzetten. Nou, ik wil het eigenlijk wel aan, want dan weet ik tenminste wanneer ik iemand raak. Ik was Sander Dax. Oh, ik kan wel even binnen. In deze manier heb je echt af en toe gewoon geen overzicht. Dan raak je gewoon het overzicht heel makkelijk kwijt. Ja, klopt. Maar ik vind het op zich wel leuk om dat te doen. Ja, dat is zeker. Yo, hè, ik maak ook weer eens een keer een kill. Ik heb gewoon. Oh, dit is mijn eerste kill. Dit is gewoon letterlijk mijn eerste kill. Ik ga alleen maar dood. Nee, je vader. Hoe is het ook nog? Oh, dat is ik niet. Goed heet. Nee, dan. Kultje. Ik moet er echt een goed van. Dan ga ik als nou een chopper kunnen in de lucht zit. Jammer joh. Wat? Nou gaat wel weg. Dit is niet mijn potje. Nee, het potje zelf is niet zo leuk, maar ze zitten ook. Ja, ze zitten echt flink vies te campen. Oh, ik heb een blind fire. Ik zag het niet uit. Dat hebben ze nou weer. Toch geen herrie strijken? Nee, oké. Okay. Oh ja, weet je nog altijd op Modern Warfare was het Robin die altijd die airstrike met herrie noemde. Ja. Oh hè, ik heb weer een kill. Goed zo, Regis. Ik wist eruit komen. Hij wil weer. Nou, hebben wij een chopper kunnen worden, maar nee. En nog één. Ah, lucky bastard sniper. Ik mag gewoon mijn UAV niet eens inroepen. De druk is in de lucht. Hoe dan? Fuck. Hoe de fuck had ik hem? Ik ga hem ontspannen treppen. Oh, god! Sorry dat. Nee. Ik zeg, ik ga iemand span trappen. Ik gooi granaat in hun span. Heb ik een dubbelkrom in de auto? Oh. Oh, hij is op dood. Oh, die vier, ja.